mensen, alles goed? Ik ben het weer, Alvarvonk. Leuk dat jullie er weer zijn. En mensen, kijk eens waar ik ben. Ik heb echt jullie hulp nodig, want ik zit hier in de gevangenis. Ik moet ontsnappen, mensen. Dus laten we gaan. Kom op. Oké, nou, mensen. Jullie kunnen in elk geval zien dat ik hier in een of andere cel van in de gevangenis gezet door de politie, terwijl ik onschuldig ben. Ik heb helemaal niets gedaan. Jullie kennen mij, mensen, en daarom zorg ik ervoor dat ik hier snel weer vanaf kom. En ik heb hier sowieso al iets ontdekt. Nou, hier gaan we in elk geval verder. Heel erg bedankt voor het kijken. Hier is het gewoon een buurman. Een celgenoot of ik weet het niet. Wat doet hij hier? Waarom gaat hij ook niet weg? Kom hier langs. Hier is nog een geheime doorgang, mensen. En ik wil hier zeker zo snel mogelijk uit deze gevangenis. Oké, dat is gaaf. Ik voel me alsof ik kan vliegen. En hier is nog een geheime doorgang. Cool, mensen. Okay. Ik ben nu in de volgende kamer aangekomen. Ik denk van de prins. Ik mag hier in ieder geval niet betrapt worden. En ik moet hier ook niet naar beneden vallen. Hier zijn ook behoorlijk veel obstakels die ik moet overwinnen. We gaan wel zien hoe ver we komen. In ieder geval wil ik ontsnappen uit de gevangenis. En ik kijk gewoon eens wat er gebeurt. Oh, mensen. Ik heb geen idee of ik op de juiste weg ben. Maar hier is een knop die ik ga indrukken. Tot nu toe ziet alles er eigenlijk best goed uit, denk ik. Mijn god, wat is hier aan de hand? De vloer is gewoon lava. Daar wil ik echt niet in vallen. Maar ik moet zeggen dat deze gevangenis er best cool uitziet. Hoe dan ook, ik ben hier. Ik ben in een andere kamer aangekomen. En oh mijn god, daar is die agent. En hij achtervolgt me, mensen. Oh, ik moet heel snel wegkomen. Hij is echt snel. Oh mijn god, snel weg hier. Snel, 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 snel. Doei, politieagent. Had je dat gedacht? Dan heb je het mis. Je hebt je met de verkeerde bemoeid. Want ik ben altijd vogelvrij en ik ben veel sneller dan jij. Oh nee, ik zie net dat deze geheime doorgang helemaal niet open is. Zo te zien moet ik eerst ergens een schakelaar vinden om het te openen. Oh man, dat betekent dat ik nog een keer naar beneden moet. En die agent gaat me zeker weer achtervolgen, mensen. Maar ja, je kunt er niks aan doen. Ogen dicht, ga ervoor, daar gaan we. Waar is de knop? Ah, daar is hij al. Joepie. Oh mijn god, nu zit hij weer achter me aan. Maar echt waar, ik ben sneller dan de politie toestaat. Nee, ik maak maar een grapje, mensen. Maar ik ben echt supersnel en ik wil uit deze gevangenis ontsnappen, dus ga ik ervoor. Dus ik geef hier vol gas, de koelkast in, tot de volgende keer. Oké. En zoals het eruit ziet, ben ik hier niet de enige die uit de gevangenis wil ontsnappen. Hehe, ik vind dat altijd wel cool als ik hier niet alleen hoef rond te lopen en op zoek naar een uitgang. Misschien hier langs? Wat was dat nu nou? Nu ben ik hier gewoon ergens van afgevallen en ben ik hier... Hier ondergronds? Ik weet het niet. Dit lijkt ook niet echt op een gewone kelder of zo. Dus ik weet ook niet precies waar we zijn, mensen. Maar ik blijf gewoon positief. Ik denk dat dit ons ergens heen zal brengen, zodat we zeker kunnen ontsnappen, mensen. Maar ik moet hier zeker ook weer opletten, want de vloer is hier ook lava. Dus de gevangenis is hier zeker goed gebouwd, moet ik zeggen. De politie heeft het echt goed gedaan. Nu heb ik geen idee waar ik ben. En oh, wat gebeurde daar? Er was gewoon een val. En ik ben er zo in gestapt. Zo, nu niet meer. Oké, nu moet ik hier langs. En nu heb ik geen idee waar ik heen moet. Ga maar hier langs, mensen. Maar oh, wat zijn dit voor laserstralen op de grond? Daar moet ik voor oppassen. Dat ik er niet per ongeluk over struikel. Of die laser überhaupt aanraak. De... Zo, nu snel de ladder opklimmen.
En we gaan naar de volgende kamer. En oh mijn god, wie is dat? En waarom volgt hij mij? En wat wil hij van mij? En oh mijn god, maar hier is een sleutel, mensen. Die pakken we snel. En de sleutel moeten we... Hallo? Per ongeluk gevangen, mensen. En toen werd ik hier gewoon koud buiten gegooid. Ik snap het niet. Laat hem maar gewoon zelf ontsnappen uit de gevangenis. Laat me nu met rust. Ik moet daar op de een of andere manier zien te komen. Zo, nu dan. Oké, ik heb het gehaald, mensen. Ik ben in de volgende kamer en ik kon zeker ontsnappen. En nu moet ik eerst snel die ladder opklimmen. En ik weet niet waar ik dan terechtkom. Maar je kunt zien dat ik niet de enige ben die hieruit wil ontsnappen. Dus ja, ik zit zeker op de goede weg, mensen. En trampoline! Wee! Wow, dit is misschien wel leuk. Hij boort. Woeps! Nou, dit is leuk! Ik zou hier de hele dag kunnen rondspringen. Maar... Nee, dat niet is de toch finish. Een... Mijn doel is hier ontsnappen. En oh mijn god... Dit is zo gaaf met de trampoline. Woehoe, dit is leuk. Oké, maar nu naar de volgende kamer. Oké, even mooi weer rondhuppelen. En wat is dit hier? Oh, een drankje. Lekker. Oh, wat gebeurt er nu? Oh mijn god, mensen. Ik ben ineens zo snel. Oké, dan. Volle kracht vooruit en uit de weg, mensen. Hier komt Emma Vogel. Ik voel me een beetje alsof ik kan vliegen, mensen. Dit is echt gaaf. En het is ook echt leuk. Woehoe. Ja. Niet meer weg uit de gevangenis. Woehoe. Oké, mensen. Dat was echt heel gaaf. Ik heb er echt van genoten. En nu ben ik ook... Alweer in de volgende kamer. Net als de andere kamer. Ik heb echt het gevoel dat ik steeds dichter bij de uitgang kom. Dus ik denk dat we het vandaag halen om uit de gevangenis te ontsnappen, of niet? Wat denken jullie? Ik heb echt een goed gevoel erbij. Ja, al voelt het ook een beetje alsof ik hier de hele tijd verdwaal. Want ik heb eigenlijk geen idee waar ik ben. Maar het is hier echt leuk. En even snel naar boven klimmen en dan hier langs. Oké. Ik ben in de volgende kamer en oh mijn god. Oh mijn god, daar is de uitgang al, jongens. We hebben het gehaald. Echt, oh, ik ben zo blij. En het was zo leuk, mensen. Dus ik moet vandaag ontsnappen uit de gevangenis. Was echt grappig. En ik hoop dat jullie net zoveel plezier hadden als ik. Als dat zo is, geef dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet om je te abonneren op het kanaal en de bel te activeren. Want dan mis je voortaan geen video's meer. Beloofd! En dan zou ik zeggen, fijne dag nog en tot de volgende keer. Tot ziens! Hey mensen, ik ben het Emma Vogel. En als jullie meer van ons willen zien, dus ver... Wil je naar vogels luisteren? Kijk dan op Spotify of iTunes of ook maar naar Voorbij. Want daar vind je onze geweldige luisterboeken en gasten. Geloof me, ze zijn echt super cool. En ja, luister er eens naar. Veel plezier!